En iets wat me altijd nog bijstaat, is dat ik een keertje zoveel pijn had, omdat ik zo vaak was gevallen op een trap. Op één en, trap? En Michael zat te filmen naar beneden en ik moest een halve draai van de trap afdoen. En de eerste keer ging ik onderuit, tweede keer, derde keer. En op een gegeven moment was ik al 3 keer door mijn enkel gegaan. Ik zei, ik ga niet meer, Michael. Ik wil niet meer. Ik heb zoveel pijn. En Michael, en ik sta hier al een half uur te filmen. Je gaat niet daar naar boven. Anders heb ik een half uur van mijn tijd verspild. Hup, gaan. En hij weer filmen. En toen had ik hem. Ja, dat voelt dan wel goed. Welkom bij Terug naar Toen. In deze serie ga ik samen met beeldmakers op pad naar Toen. Naar een belangrijk moment of beeld uit hun verleden. Dit ben jij? Ja. Vooraf weet ik nog niet wie de beeldmakers zijn of waar de verhalen zich afspelen. Maar gewapend met een paar kaarten en mijn camper trek ik door het land om deze onvergetelijke verhalen opnieuw te beleven. Ga mee op reis en bereid je voor op een trip vol avontuur, verrassingen en ontdekkingen. Ga je mee op reis? Mag ik instappen? Kom er maar in. Het is een warm onthaal. Zeker. Prachtig. Vette bus, hè? Hallo. Hey. Hoi. Michael. Vera, welkom. Alright, deze is voor jou. Jij mag navigeren. Waar gaan we heen? We gaan naar Utrecht. Utrecht. Die weet ik nog wel uit mijn hoofd, maar ik kan even kijken. Michael Zomer en ik kom uit Nederland en ik ben filmmaker en filmmaker is gewoon iets, misschien wel mijn grootste passie. Ja, ik kom net uit Kenia terug. Ik was met een traditionele leider aan het filmen van de Maasai. Wat vet! Ja, super vet. Nou, ik heb mijn roots in de extreme sports. Wij waren gewoon altijd op straat aan het skateboarden of met BMX fietsjes aan de gang. Lekker buiten. Ja, altijd buiten. En ik was altijd degene die daar een camera bij had en dat ook filmde. Jongens in de buurt, Maurice, Miron, dat waren mijn vrienden, mijn buurjongens en mijn broertje. Dat was gewoon... Is jouw broer? Mijn broertje is Robin en die was daar ook altijd bij. Ja. En we waren gewoon team Rocket Power. Je kan het beste hier erop gaan. Hier? Ja. Yes. Ja. Oh, okay. Ah, wacht. Oké, dan zijn we bijna bij mijn broertje. Naast die gele kan je misschien nog kwijt. Alright. Even die spullen, ja. Alright. Ja. Ja! Oh. Is het goed? Ja, zeker. Wie heb jij allemaal bij je? Hoi! Hallo! Hallo, ja. Ik ben Vera. Ik ben Robin. Hoi, aangenaam. Dit hebben jullie allemaal zelf gemaakt? Ja, die hele ramp. Ja, dit hadden we zelf allemaal gebouwd. Dit is een mini deck. Miron gaat. Hoor je mijn stem ook? Nee. Oh, dit ben jij. Maar we hadden dus gewoon allemaal hout. Dat haalden we dan bij de gemeentewerf of als er een bouwplaats ergens was. Dan trokken we al die planken daar weg. We kochten niks. Nee, we kochten nooit iets. Nee. De kwaliteit van die zooi was helemaal niet goed. Dus nee, soms kwam je een schans, ging je een schans op en dan ging je er dwars doorheen. En dan ging je toch onderuit. Gary, die gaat hem indroppen voor de eerste keer. Zet hem op, Gary. Ja, ga dan. Ah. Ik
knip dit eruit. Dat kan echt niet. Dus je hebt lekker het beest mee uithangen. Je stapt gewoon zo. Je doet zo aan. Kijk. Jij was ook altijd de show aan het stelen. Hij vond het oké, maar ook weer niet oké. Want... Dat spul was hartstikke duur vroeger, hè? Ja, weet je wel? Dus ja, ze waren er ook zuinig op. Zo'n kamer kostte dan 500 euro of gulden of zo. Gulden, denk ik. Ken je nog? Oh. Herinneringen. En dan deed je hem dicht. Oh, dan moest hij wel... Oh, nee, dan ging hij zo erin. Ja, dan kon je filmen, maar dit schermpje, kijk, dat doet het niet meer. Dat geeft alleen nog maar... Dus op een gegeven moment moesten we alles zo filmen. Maar je kan je voorstellen, als je met skateboarden, dan film je ook, rij je ook vaak mee, zeg maar. Dus dan een tweede persoon die op een skateboard meerijdt. En dan hadden we hier een hendel bovenop, dat je hem zo aan de bovenkant vast kon houden. Maar toen dit schermpje kapot ging, kon dat allemaal niet meer. Nee, dus dan weet je niet wat je filmt. Was alles op de gok filmen, weet je wel. Dit is wel een beest. En het is een Canon. Het is echt een Canon. Ja, ja. Het is geweldig. Ik denk dat dit beeld wat ik hiervoor heb staan, dat is wat we kunnen namaken deze week. Ja, dit park is hier bij mij achter. Hè? Want waar is dit? In Transwijk, Park Transwijk. Hier in Utrecht. Oké. Okay. Wow, kickflip over de bam. Over dat dingetje heen. Nou, okay, dan draaien, dat is niet zo moeilijk, dat lukt me nog wel. En dan no-style, toch? Vaart maken. En dan... No-style. No style? Ja, dat je zo... Dat je blijft hangen en dan ja, terug gaat. Weer indropt. Ja, ik denk dat we die... Dat is wel een mooi beeld die we na kunnen maken. En ik zie dat ik hier gewoon vanaf één plek heb gefilmd en ben gaan inzoomen met de camera. Ja. Ik weet niet waarom ik dat toen heb gedaan, maar ik denk dat als ik dat nu zou filmen, zou ik het wel anders doen. Ja. Hoe zou je het nu doen? Ik zou nu iets dynamischer maken, dat er veel meer actie in zit. Want nu zie je dat het best wel lang is voordat die hele lijn is gefilmd of zo, weet je wel. Ja, laten we gewoon naar de spot toe gaan en kijken of het nog een beetje kunnen. Of tenminste, ik zeg we, maar volgens mij moet ik het gaan doen en jij gaat filmen. Ja, dat filmen kan ik nog wel. Dus... Oké, nou, ik ga even oude kleren aantrekken dan en kijken of mijn wieltjes nog willen draaien van mijn skateboard. Let's do it. Gaan we. Let's go. Waar kom jij eigenlijk vandaan? Oh. Gewoon kijken of we bij die paaltjes neer kunnen zetten, dan staan we echt naast het skatepark. Ja, nu herken ik hem. Zal ik hem hier gewoon neerzetten? Ja, toch? Camera loop. Ik wacht op jou. Kom maar. Wel vet. Misschien moeten we de lijn even één tikkie moeilijker maken, dat we hier wel een kickflip doen. Robbie wil niet. We gaan het een keer proberen. Okay. Maar als ik het niet voel, dan... Vroeger had ik gewoon geen angst. Ik zie de angst in jouw ogen. Ja, maar dat is zo. Ja, maar ik snap je. Mijn broek kleurt zo meteen zeven kleuren. Hoe was jouw shot dan? Kijk, dit? Dit zag ik niet. Het was veel dichtbij. Ik ben bang, man. Ja, snap ik wel. Het is ook wel sketchy op die helling en 15 jaar niet geskate of zo. Ja. Laten we voor de ollie gaan en dan, ja, dat lukt wel, denk ik, toch? Iets makkelijker optie. Top, oké, doen we dat. Het gaat om de film, hè? Het gaat niet om de trick. Dit ziet er gewoon uit als... Dit is normaal, dus op de computer kan je dit dan weer met 50% vertragen. Ja, precies. Ja. Zag je hem? Ja. En dat liefst alleen het gedeelte als dat hij gaat springen, of niet? Ja, of dan zou je hem kunnen speedrampen, dus dan trek je hem zo naar slow-mo en dat, dan ja. Weer. Ja, dat. Hij zit wel in de... Hij zit ik vind het mooi. Ja, vet hoor. We gaan voor de simpele versie. Ja, is goed. Mooi. Goed gedaan. Ik doe weer even deze. Hey. Bam, bam. Dat is wel de classic. Ouder en verstandiger geworden. Ja, dat ook. Dus ja, we zijn onderweg naar de Uithof en daar gaan we die trick opnieuw maken. Oké, ik geef 5 tries, hè? Anders word ik boos.
Dit is de. Dit is de spot. Het ziet er toch uit als gewoon een skatepark of zo? Dit ziet er voor mij uit als een skatepark. Ja. Maar het gaat dus om die bank. Ja. Waar Robin die heel flip op deed. Meestal als ik dit soort dingen film, dan ga ik toch naar 50 frames, omdat het actie is. Mm-hmm. Dus dan heb je altijd nog de mogelijkheid om het naar slow-mo te halen. Ah, oké. En nu kunnen we dus naar mega slow-mo, dus we kunnen 4K 100 frames filmen. Dus ik ga daarvoor en ik heb zelf een shortcut button ingesteld, dat als je hier nummer 12 in drukt, switch je naar slow-mo. Dus. Oh, dat is wel vet met die zon ook zo op de achtergrond. Ja, het zonnetje hè? Is prachtig. Eigenlijk komt alles samen. Maar moet ik dan wel een flits hebben? Want ik zie weet dat niet... Robin al een beetje nerveus aan het worden is. gewoon kickflip Skaten. Of heel flip in de bank. Geef het maar een paar tries. Ja. Let's give it a go. Oh, joh, ging niet goed. Probeer één keer een heel flip. Want weet je nog, vroeger zei ik ook van probeer dat en dan land je een first try. Oké. Ja? Ja, yeah, let's do it. Oh, ik denk dat toch bij je kickflip houden. Gaat het? Ja. Kom maar. Bijna hoor. Ja, hij zit eraan te komen. Kan het? Oh ja, shit! Aan het einde knippen we eraf. Ah, maar die was wel dood. Oké, doen we zo. Uit. Wel vet. Nee, nee, het einde. Ja, het moet nog een keer. Dat deed wel zo, dan was de clip goed. Dan kon je hem snijden. Oh ja. Hey. Lekker. Yes. Lekker. Die is wel dope. Dat is gewoon de profi. Ik heb wel respect dat je het gewoon nog steeds kan. En de foto's? Oeh, die is wel vet. Wat deze? Welke potje verder? Dan? Deze. Nice. Waarom niet deze? Omdat die hier nog in de afzet van de sprong zit. Hier is die. Dit is het middelpunt van de sprong. Ja, precies. Hé, hey, maar vet dit. Ja, super vet. Zo gaaf om hier weer terug te zijn allereerst. Ja. En ik had niet verwacht dat het zo snel erop zou staan, dat het meteen... Nou, dankjewel. Krijgt hij de credit inderdaad? Nee, ja, zeker. Die credits gaan echt naar jou. Maar gewoon dat we zo snel een heel vet beeld hebben kunnen maken. Het licht was goed. Ja, het licht de spot mooi. Werkte nog heel goed. Het is zeker een upgrade van vroeger. Maar het is ook beter. Met jouw fisheye maakt het gelijk het beeld precies eigenlijk wat je vroeger wilde. Ja. Toch? Echt die skate... Eigenlijk 20 jaar later leg ik pas vast wat ik toen had gewild. Wat je toen al had willen doen. Ja. Wauw, buitenkant ziet er al mooi uit. Ja, gaaf hè? Waar zijn we dan? Welkom in skatepark Utrecht. Ja. Ja, dit is wel echt het ultieme. Het is echt pas van veel recenter. En dat vandaag de dag bestaat, dat is super gaaf. En dat we hier alleen mogen zijn, ja, fantastisch. Ja, ja want hij is helemaal voor ons. Ja. Nu, toch? Vet. Tenminste, voor jullie. Ja. Let's go! In een rijtje! Woe! Nou. Gas vliegt wel, hè? Ja, gek. Dat is een vette plaat. Wow, we hebben al vette foto's. Hey, kom even checken. Ja? Ik denk dat licht een van de belangrijkste dingen is als je aan het filmen bent, dat je daar heel erg naar kijkt. Ja, dit kan wel vet zijn, hoor. Ja, zeker. Dat je eigenlijk dus ongeveer dit zeg maar in beeld hebt met die ton erbij. Ik doe een heel klein beetje erin rijden en dan doe ik hem meedraaien. Kijk, dat is wel vet. Je werkt ook samen met de atleet om uiteindelijk dat shot te maken wat je wil. En dat maakt het wel. Dus jij denkt nu ook met hem mee door te zeggen, hey, je kan ook dit proberen. Als skateboardfilmer zou ik dat doen. Ja, precies. Ja. Ik denk dat ik over de jaren gewoon heel goed ben geworden om heel snel te kijken van oké, waar zijn we? Hoe kan ik zo snel mogelijk het mooiste shot hier maken? En ja, op een gegeven moment dat heeft te maken met ervaring en dan zie je dat. En nu denk ik er niet eens meer over na. Dan kom ik hier en dat is een soort... Hetzelfde als in een auto rijden, dat je niet nadenkt in welke versnelling. Dat zit gewoon in je vingers. En met documentaire maken wil ik dan ook nog op de juiste plek in de juiste hoek staan. Ja. Zodat je een moment... Je ziet al een moment gebeuren op plek A, dat neemt zich mee naar plek B. En op plek C sta ik op de juiste plek om... Misschien ontploft de bom wel, zeg maar. De discussie komt daar tot stand. En dat vind ik gaaf aan documentaire maken. Dat je echt kijkt van oké, het gebeurt zo en dan sta ik daar. Boom. Ja.
Ja, ik denk dat het vet is als ze er net boven hangen. Dus kijk, als je hier een randje van de ramp zo pakt. Ja? Dus stel je zou hier gaan zitten. Ja, dit is gewoon niet meer wat ik doe vandaag de dag. Maar ik vind het fantastisch dat ik dit mag doen in een leeg skatepark met mijn broertje. Dus ja, ik ga dit is echt voor jullie, weet je wel. Voor, ik ga er volledig voor, ja. En voor jullie samen om dit zo te herbeleven. Ja, dat is het mooiste van mijn werk, denk ik. Dat ik, als ik naar al mijn werk terugkijk, dan beleef ik het weer op een bepaalde manier. En dat vind ik zo gaaf, dat ik dus op dat moment door mijn ogen iets heb beleefd. Dat kan delen met de wereld. Mm. En dat voor altijd blijft bestaan. Ja. Dus een werk van 10 jaar geleden kan ik nog terugkijken. Daar ben ik ook nog wel trots op sommige dingen. En dan beleef ik weer helemaal wow. Dus je houdt de camera laag, ze komen daar aan. En je beweegt hem eigenlijk gewoon een klein beetje mee. Yep. Met de beweging, zodat er meer snelheid in het shot komt. Okay. I got floaters in my eyeball, coasters by the shot glass, smoking let my mind fall, plenty roaches, no ash, stepping on the critters, jitters, going through my spine, should be used to a state of a poor man's mind, it's just PB no J, Kool-Aid no sugar, oil in a bag, water for one shot. Hey, goedemorgen Utrecht. Zo. Morning. Hoe heb jij geslapen? Goed, ja. Zullen we eens kijken naar een beetje wat Zeker, jullie toen hebben gemaakt? Ja. Nou, dit is wel vet. Dit is Robin. En ja, dit is, oh ja, nu herken ik het. In skatepark Transwijk. Mm-hmm. En ja, deze lijn hebben we overgemaakt. Het ziet er wel echt zo anders uit hier. Ja, en het is dan grappig hoe het nu is. Dat het nu ook stil zijn, want eigenlijk zijn het allemaal video's natuurlijk. Ja, maar leuk precies. Dat ik... Ja, dit zijn wel toffe momenten om op te hangen of zo. Ja, precies, ja. Van die koelkast stickers. Dit is een legendarische spot. Dit is Holland Casino Utrecht. Mm-hmm. Ben ik ook nog wel trots op. Doe ik een kickflip van deze... Dit ben jij? Ja, dit ben ik. Een kickflip dubbelset. Dus dat is twee keer een trap achter elkaar. Dat heet een dubbelset. Ja, het is een hele rauwe spot, want die landing is niet heel best. Dat zijn echt van die klinkertjes die daar liggen. Dus de landing... Ja. Ik weet nog wel dat ik echt vaak de trick landde, maar dan dat ik bleef hangen doordat de grond niet smooth was hier. Ja. Ik denk dat het leuk is om naar bepaalde plekken te gaan, daar ook iets te vertellen over hoe je als skateboarder kijkt naar de wereld. Wij zijn nu ook 20, 15, 20 jaar later, we kunnen die trucken niet meer op die plek landen. Maar ik denk dat het wel heel interessant is om daarheen te gaan en die spots te bekijken. Ja. Het lijkt me leuk om Robin gewoon mee te nemen en dan vanuit zijn perspectief kan hij misschien vertellen van die bril van een skateboarder die hij op heeft, hoe hij naar de stad kijkt. Ja, precies. En we hebben die oude beelden natuurlijk die we er wel in kunnen versnijden. Ja, dus vet. We gaan terug eigenlijk naar toen met mijn broertje. Alright, zullen we gaan? Ja, let's go. Waarom film je nu Robin? Ik denk dat het leuk is, naast dat we alle tricks die we filmen, zeg maar, vind ik het ook wel echt wel leuk om Robins reactie en die memories op te halen bij hem, wat het met hem doet. Robin, kan je eens vertellen waar we zijn? We zijn nog steeds in Utrecht en we gaan nu naar een skateboardplek waar we vroeger ook veel hebben geskate. Dat is Holland Casino noemden we deze plek, want het was naast Holland Casino. Ik laat heel veel gebeuren en heel veel ontstaan, dus probeer altijd een beetje afzijdig te blijven met de camera, alsof je echt ernaast staat als kijker en in die scène aanwezig bent. Dat vind ik het mooiste. Soms heb ik een tweede personage erbij die ik dan inlicht van hey, ik wil een beetje hierop en die kan ik dan vragen toefluisteren. Dat vind ik veel mooier dat die dynamiek tussen twee personages ontstaat. En dat heeft te maken met welke lens je op dat moment gebruikt, dat je portretlens gebruikt, dat je echt gewoon zoveel mogelijk op menselijk oogniveau daarbij bent. Zo ging het dan vaak. Dan kwam je 10 keer aanrijden en elke keer dacht je, ja, nou ga ik hem doen. Maar ja, dan ben je hier zo bij het einde en denk je, nee, toch nog niet. Het is gewoon, het is gewoon eng. En op een gegeven moment moet je gewoon gaan en dan lukt het hopelijk. Wat misschien wel leuk is, er zit hier dus nog een plek, iets verderop. Daar heb ik wel vette tricks geland. Zullen we daar naartoe? Ja, daar ben ik echt al 20 jaar niet geweest. Let's go. Dit zakt, man. Nou, dit is dus de legendarische plek. Volgens mij heb jij daar een fotootje van. Dat is een stilstaand beeld vanuit het filmpje. Ja, deze. Dit is hem. Ik weet niet meer wie hem exact heeft gefilmd. Was jij hierbij aanwezig? Ik denk dat ik hier wel bij was. Misschien dat ik dit heb gemaakt. Oké. Nou, misschien kan jij ook Vera assisteren dan waar je precies stond. Mm-hmm. Die pose kan je dus wel exact nadoen. En dan iets naar beneden tilten. Ja. Ja, dit is het shot. Druk hem. Wel vet. Nee. Durf je hem niet één keer te poppen? Ja, dag. Het is goed met jou. Ja? 1, 2. Hebben ze. Ja. Ja.
denk dat het heel aantrekkelijk is, maar je mag helaas ja, niet. Okay. Gebeurt dat vaker hier? Ja. Wel na 5 uur, want dan is er niemand, dus dan hebben we geen probleem. Okay. Maar omdat er hier klanten komen. Ja? Nou, sorry, we hebben hem precies op tijd geland, ja, dus we gaan er weer vandoor. Ja, vroeger hadden we wel de discussie aangegaan van, ja, maar mevrouw, kom helemaal uit IJsselstein op de fiets. Mogen we het niet toch nog één keer, weet je wel? En nu begrijp je ook dat het helemaal niet handig is voor zo'n bedrijf. En dat er klanten zijn die hier gewoon lopen. En vroeger dacht je daar helemaal niet over na. Nee, hoezo kan ik hier niet skaten? En ik wil hier gewoon skaten, doe je? Ja. Die trick was het allerbelangrijkste, dat hier mensen over miljoenen projecten zitten vergaderen. Boeien, weet je wel, ja. Kut, nog een keer, hij staat niet goed. Nee, vroeger hielden we wel van qua jongens streken, dus dan gingen we zelf rookbommen maken. En dan deden we, ik ga niet vertellen hoe we dat deden, want anders gaan mensen dat ook doen. Ja. Maar dan maakten we rookbommen en die bonden we dan aan de onderkant van ons skateboard. En dan gingen we door de straat heen rijden en dan kwam er allemaal rook achter ons vandaan en dat was gaaf. Het was gewoon een heel effect wat dus hier werd gecreëerd. Dit blijft wel zitten. Hij wordt wel warm, maar goed. Ik ben heel benieuwd. Ik heb alleen een ander lensje nodig om dit te doen. Zullen we even switchen? Ja. Dus de lens die jij nu erop hebt gezet, die van mij, die is fijner voor als je met iemand meerijdt? Ja, deze is iets wijder. Mm-hmm. Een wijder angle. En dat is meer, dat is 2405. Ja. Dat is eigenlijk mijn to-go lens met alles. Dat is gewoon een documentaire lens die, waar ik gewoon eigenlijk alles op draai. Veel meer portretten mee schieten. Ja, mensen kan volgen, maar ook als het even nodig is, even snel erbovenop met een wat langere lens naar 105 mm. Mm-hmm. Dus, dat is gewoon mijn lievelingslens. Ja. En dit is een wijdere lens. Dus, ja. Dat is het grote verschil. Ja, dit is een 15 mm, die begint pas op 24. Ja, precies. Ja, cool. Laten we het proberen. Let's do it. We gaan wel meteen. Ja, het gaat wel meteen, hè. Ik ben benieuwd of het wat is. Wow, wat vet! Wow, dit is super vet. Ja, ik wil gewoon even nog een keer iets closer erop of zo. Ah, het is wel dik. Ziet er heel vet uit. Dit is wel lekker. Maar had je dit als jongetje, je kunt voorstellen dat je dit zou maken? Nee. Dat is toch vet? Als we dit vroeger hadden, dan hadden jullie echt hele dikke films gemaakt. Ja, nee, dit, vroeger kon dit niet. Die slow-mo maakt het meteen heel vet. Ja. En die lens en alles komt samen. Grappig hoor, je zoiets kleins dan zo tof kan maken. Echt hè? Wat zo eenvoudig is. Ja, vet dat we dit beeld nog even nagemaakt hebben. Erg leuk. Tof. Alright. Okay. Hoe voel je je zo na de afgelopen paar dagen? Nou, ik vond het fantastisch. Ik vond het echt heel leuk om zo terug te blikken 20 jaar terug in de tijd. En dat met mijn broertje te doen, dat is natuurlijk dat is heel bijzonder. Hey, en als we kijken naar de foto's, ik zeg steeds foto's, ik bedoel filmstills. Ja. Van, laten we zeggen, 20 jaar terug. Mm-hmm. Denk je dat we erin zijn geslaagd om de beelden te te recreëren? Ja, nou, ik denk dat we een aantal beelden echt goed hebben gedaan. Zoals op de Uithof, die oranje bol. Dank Daar je. Hebben we gewoon echt dat helemaal na kunnen maken. Mm-hmm. We hebben deze helemaal na kunnen maken. Dit is de lijn in Park Transwijk. Ja. Waar Robin dus meerdere tricks doet. Mm-hmm. Dus dat is heel vet. Ja, daarna zijn we naar andere spots gegaan, maar die zijn gewoon super rauw en heel hoog. Mm. Ja, dat kunnen we gewoon niet meer. Wij zijn al zo lang uit die skateboard scene, dus ik kan dat niet meer fysiek met mijn knie. Nee. En Robin die gaat het risico gewoon niet nemen om dat te doen. Nee. Dus in vandaar, dat opzicht is er wel wat veranderd. Ja, zeker. Natuurlijk. Maar vandaar dat we wat actie zijn gaan filmen hier binnen in het skatepark Utrecht. Om met andere skaters. Ook. Ja, die gewoon op hoog niveau skateboarden, om toch even die actie neer te zetten en dat op een hele vette manier vast te leggen met de apparatuur van vandaag de dag. Wat we vroeger niet hadden. Ik vond het echt super waardevol om dit met jou ook mee te maken. Maar ik vond het heel erg waardevol en super leerzaam. Ik heb ook weer van jou hele mooie dingen geleerd. Ja, wat ik leuk vond dat jij erbij was, is dat je het ook echt
oppikte. En dat je ook op een gegeven moment een soort skateboardbril op kon zetten van... Wow, wat als we nou zo en zo doen? Of is dit niet vet, weet je wel? Mm-hmm. En dat is hetgeen wat het mooiste is aan foto's maken of film maken. Je zet je creativiteit in om samen een mooi geheel te creëren. En dat had je echt snel door. Dus dan begin je ook elkaar te inspireren. En ik denk dat dat heel leuk is. Wat leuk dat je deze aflevering van Terug naar Toen hebt gekeken. En omdat het onze allerlaatste aflevering was, geven we deze Canon R50 weg. Wil jij hier nu kans op maken op deze gloednieuwe camera? Laat dan in de reacties achter welke scène van deze serie jij het vetst vond. Geef ons een like en abonneer je daarna op ons YouTube kanaal. En wie weet kom ik binnenkort langs met mijn camper om deze camera hoogstpersoonlijk bij je af te leveren. Bedankt voor het kijken. Doei!